Een hele goede morgen en welkom bij deze tweede video die we gaan opnemen in Park Oudegein. Het is nu 8 uur op 6 mei 2020 en we gaan dus weer een wandeling doen. Nou, leuk dat u er bent. Misschien heeft u de vorige wandeling ook wel gezien. En dan zult u misschien dingen herkennen of niet. We staan hier dus voor Jack's Grill House. Ik zal het even laten zien zo. Kijk, dat is het restaurantje in Park Oudegein en dan kunnen we beginnen. Oké, tot zo. Kijk, we kijken hier nu naar een populier. En ik film eventjes, omdat het zo'n mooie boom is natuurlijk, maar ook om eventjes de blaadjes goed te bekijken. Kijk, hier hebben we de blaadjes van de populier. En het is een beetje hartvormig. En straks zien we misschien nog de bladen van de linden. Die heb ik vorige keer ook al even uitgelegd, maar dit lijkt er eens een beetje op. Kijk, nu kijken we naar de bloeistengeltjes van de gewone raket. Typisch dat die blaadjes zo en die houtjes, die vruchtjes zo aanliggen tegen het stengeltje. Dus ik krijg een heel smal dingetje. En dit is een plant, ja, die komt best wel veel voor. Ik volg hem eventjes naar beneden. Dan kan je een beetje een idee krijgen hoe zo'n plant eruit ziet. Vaak zijn die onderste blaadjes een beetje geel. Die komen ook als eerste boven natuurlijk, boven de grond. En die zijn dan, vooral met de droogte van de afgelopen weken, zijn ze allemaal al een beetje verdord. Maar goed, en dit zijn dan de bloemetjes van die gewone raket. Dus hele kleine, gele bloemetjes uit de familie van de kruisbloemigen. Het is een algemeen plantje. Maar hij valt niet op, dus let er maar eens op. Je ziet hem regelmatig langs de kant van de weg staan. Dit is rode klaver, die zult u wel kennen. Bij die klaversoorten, vooral die grotere, heb je twee die zijn opvallend. De witte klaver en de rode. Dat zijn planten uit de familie van de vlinderbloemigen, Papilionaceae. En die zijn altijd heel goed voor hommels en zo. Hommels hebben lange tongen. Deze bloemen hebben een beetje lange bloembuis. Dus daar kunnen die hommels dan prima in. Dus, let erop als je rode en witte klaver tegenkomt, heel vaak zie je de hommels op. En als de bloemetjes dan uitgebloeid zijn, dan vind je deze bloemhoofdjes met uitgebloeide bloemetjes. Kijk, net hadden we de rode klaver, dit is dan de witte. En de witte klaver is natuurlijk ook een prachtig bloemetje. Kijk, je kunt hier een beetje zien hoe zo'n vlinderbloemig opgebouwd is. Dit zijn allemaal kleine bloemetjes die zitten in een bloemhoofdje bij elkaar. Vorige keer hebben we stilgestaan bij het fluitenkruid, wat toen net mooi in de bloei was. Nou, fluitenkruid is vrijwel uitgebloeid en hier heb je dan zo'n uitgebloeide plant. En ik zoom even in, dan kunnen we ook de vruchtjes eventjes bekijken. En die zijn dan heel erg grappig. Die staan natuurlijk ook in een schermpje bij elkaar. Hè? Die fluitenkruid was uit de familie van de schermbloemigen. De Umbelliferae. Umbellifera. En ik weet niet waar de klemtoon precies ligt. Maar dit zijn dus die vruchtjes. Dit is een blad van een plant uit een beetje moeilijke groep. De groep van de zuringen. Nou, dit is ridderzuring. Die heeft zo'n mooi hartvormige bladvoet. Dat is aan de onderkant van dit blad. Dus de kant die het dichtst bij is. En dit is dan die ridderzuring die bloeit. Kijk, die bloemetjes, dat zijn kleine bloementrosjes, zeg maar. Die familie heet Polygonum, Polygonaceae. Oftewel de duizendknoopjes. Nou, dat zijn inderdaad duizendknoopjes. Zeg maar, die bloemetjes. Kleine bloemetjes worden door de wind bestoven. Misschien ook wel door insecten, weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Nee, ik geloof we kijken even naar een knotwillig. De knotwilligen, dat zijn natuurlijk gewoon wilgen. Die zijn afgezaagd op een gegeven moment. En die krijgen dan een soort verdikking aan de bovenkant van de stam. En daar komen dan allemaal weer de nieuwe takken uit van de willig. En zo kun je dat dan steeds oogsten, zeg maar. Die takken van de willig werden steeds geoogst. Vandaar knotwillig. Want die knotwilligen, dat zijn ecosystemen op zich. Daar groeien allerlei planten in. We zoomen eens een beetje in, kijken wat we hebben. We hebben hier natuurlijk klimop. Dat blaadje met zo'n soort speertje, zeg maar. Dat is klimopblad. En dan krijgen we hier het blad van de valeriaan. Valeriaan, die plant, die groeit hier gewoon dus in de knot van de knotwillig. Daar is het vochtig. En daar kunnen zaden goed kiemen. Zien we nog meer? Eens even kijken hoor. Ja, wat dat is. Ook valeriaan, denk ik, hè. En hier groeit zelfs een eik. Een eik in een willig. Dus die willig die... Die heeft de voedingsbodem gegeven voor een eik en die eik die groeit hier. En die zal vast dan op een gegeven moment, als we het laten gaan, hè, je kunt het er ook uithalen. Als je hem laat gaan, dan zal die eik op een gegeven moment die willig overnemen, zeg maar. Dan wordt het hier een boom. Over 50, 100 jaar staat hier een boom, een eikenboom en dan is die willig weg. Als het niet geholpen wordt, hè, dat zeg ik nogmaals. Op de achtergrond horen we een nijlgans. Ik zal hem even in beeld brengen. Dat zijn van die vreselijke lawaaivogels. En herkenbaar vooral aan die witte vlekken op hun vleugels. Een beetje lange poten, een beetje rare vorm. Hij loopt nu van ons af, roepend en wel. Kijk, hier loopt hij zo uitsloverig. Die ring om zijn oog die geeft het idee dat hij een heel groot oog heeft, maar dat valt wel mee. Maar voor die lange poten
Ze zitten een beetje tussen de ganzen en de eenden in, deze familie. Maar het is een vogel die is in Nederland eigenlijk een exoot. Dat wil zeggen, met behulp van mensen is die hier gekomen. En waarschijnlijk uit watervogelcollecties ontsnapt. Maar het doet het heel goed in Nederland. Er zijn hele groepen te zien langs de weg naar Amsterdam bijvoorbeeld. En dan verderop zag ik, hier zie je weer die heermoes. Daar hebben we vorige keer eventjes over verteld. Het is uit de familie van de paardenstaarten. Het is een beetje een primitieve familie. Het plant zich voor door middel van sporen en niet met zaadjes. Dus lijkt een beetje, wat dat betreft, een beetje op varens en mossen. En daarachter staan dan de grote brandnetels. En mensen denken altijd dat brandnetels geen bloemen hebben. Nou, kijk eens aan. Hier zijn de bloemen van de brandnetels, hoor. Dit zijn de knopjes. En dat zijn hele onooglijke groenige bloemetjes. Is ook een windbestuiver, deze plant. Dus die wordt door de wind, laat hij zijn stuifmeel meenemen. Kijk eens, topje van die brandnetel. Mooi, hoor, als die bloeit. Mooie plant. En nu maak ik het mezelf weer moeilijk, want dan doe ik weer zo'n gele kruisbloemige. Vorige keer hebben we raapzaad benoemd, zeg maar. En deze blaadjes zijn heel anders, dus ik geloof dat dit heerlijk is. Kijk, ik zoom eventjes rustig in op die blaadjes. En dan zie je dat dat heel andere blaadjes zijn. Moet u maar dat vorige filmpje nog maar even opzoeken, staat ook hier op YouTube. Dus dan kunt u het vinden. Maar die bloemetjes die zijn natuurlijk, het is jammer dat het niet scherp is. Ze worden vanzelf scherp. Heel kenmerkend voor kruisbloemen. Viertallige bloemetjes, 6 meeldraden die in de vorm van een kruisje staan. Deze weerwaar van takjes en blaadjes, dat is van het kleefkruid. En je ziet ook zo'n klein bolletje zitten, dat is een vruchtje van het kleefkruid. En die hele kleine witte bloemetjes, dat zijn de bloemetjes. Nou, overal op die plant vind je van die haartjes met kleine weerhaakjes. Dus dat blijft aan je lichaam plakken en ook aan het lichaam van dieren. Dus als dieren langs zo'n plant lopen met allemaal vruchtjes, dan nemen ze die vruchtjes mee. En dan wordt dat verspreid. Op een gegeven moment poetsen ze dat uit hun vacht. En dan wordt dat verspreid natuurlijk, die zaden die erin zitten. Kleefkruid is een bron van inspiratie geweest voor mensen. En die hebben daar de klittenband van afgeleid. Dus we hebben goed gekeken naar die haakjes en we hebben zoiets gemaakt wat erop lijkt. En dan krijg je dit. Er zijn meer planten die dat hebben. We zien straks misschien nog de grote klis. Die heeft dat ook. Dat zijn van die bollen, die kan je dan op je kleding gooien en dan blijft dat zitten. Ik heb nog wel een verhaal. Misschien als we hem zien zal ik dat vertellen. Kijk, hier is de uiteinde van zo'n stengeltje van kleefkruid. Met van die hele kleine witte bloemetjes. Als je zoiets ziet, dit is dan op de bladeren van de braam zo te zien. Ik kan niet zo goed zien. Ja, ik geloof dat het braam is. Van die witte vlekken, dan wil dat zeggen dat hier waarschijnlijk een roofvogel boven gezeten heeft. Dus we gaan even kijken waar die dan kan zitten. Nou, even naar boven. En dan zien we dat hier zo een aantal van die kale takken zijn. Dat is typisch een plek waar een roofvogel dan de nacht kan doorbrengen. Mogelijk een bui is het geweest. Weer zo'n heel leuk plantje met een heel klein geel bloemetje. Zo zijn ze soms wat groter, dit bloemetje is nog heel klein. Dat is de plant het nagelkruid. Nagelkruid is familie van de rozen. De rosaceae. Kijk, dit zijn de bladeren van het nagelkruid. En ook nagelkruid is zo'n plant die dan als er een vruchtje is, dan zitten daar van die kleine weerhaakjes aan. Zo komt hij aan zijn naam. Zo op het eerste gezicht zou je zeggen, dit is een beuk. Maar als we dan inzoomen op de blaadjes, dan blijkt het dat het een haagbeuk is. Kijk, een haagbeuk heeft een geveerde bladrand. En dat heeft een beuk nooit. Bij een beuk is de bladrand helemaal gaaf. Maar verder lijken die blaadjes qua bouw er wel op, ook een beetje glanzend enzovoorts. Er is er nog een met zo'n gezaagde bladrand die ook ongeveer deze vorm heeft. Maar die heeft dan een scheve bladvoet. Dus daar waar de bladsteel en de bladschijf aan elkaar zitten, zeg maar, daar is die bladschijf scheef. De ene kant zit lager aan de bladsteel dan de andere kant. En dat is bij de iep. Dus dat is een boom iep. Nou, die haagbeuk die vormt niet alleen maar hagen, want dit is gewoon een boom. Ik zal hem even volgen, dan kun je het zien. Even uitzoomen zo. Kijk, het is echt een flinke boom. Allemaal haagbeuk wat je hier ziet. Dus we gaan heel erg de top in. Maar hij werd gebruikt om hagen te maken. Je kan hem goed snoeien. Dat kun je trouwens met de beuken ook. Dus je kunt ook hagen hebben van beuk. Dus dat zijn beukenhagen. En je hebt haagbeukenhagen. Oh, dat is allemaal om het moeilijk te maken voor ons, denk ik. Juni is echt de tijd van de bloeiende grassen. En nou, we kijken hier naar een bloeiend gras. Ik zal eens kijken of ik het goed kan inzoomen. Kijk hoor. Het is Frans raaigras. Frans raaigras heeft van die hele fijne mooie halmen. Met aan elk aardje heeft hij dan zo'n klein naaldje zitten. Waarschijnlijk kun je het zien. Kijk, zo'n klein naaldje aan het uiteinde. En daarom heet hij in het Latijn
Arenatrium elatius. Elateer, en elateer dat is zo'n naaltje, zo'n haartje. Dus dit is een prachtige plant. Het is heel algemeen in Nederland, Franse rijgras. Ja, ik vind hem niet zo leuk, want ik was daar heel gevoelig voor. Al wel enkele jaren geleden natuurlijk. Ik had een hooikoorts en dat kwam van dat Franse rijgras. Nu is dat die gevoeligheid is wat minder geworden, gelukkig bij mij. Maar ziet u zo'n prachtige plant natuurlijk. Kijk, hier zie je weer zo'n blad van Ridder Zuring. En dat zit helemaal vol met gaten, zoals je ziet. Nou, er zijn heel veel insecten die in deze tijd van het jaar planten eten. Die planten die beschermen zich daar soms tegen door stekels te hebben. Nou, deze beschermt zich niet, maar deze groeit zo hard dat hij er ook wel tegen kan uiteindelijk. Bijvoorbeeld, dit zou de schade kunnen zijn van een kevertje, het zuringhaantje. Maar ik zie er geen zitten, dus dat weet ik dan niet zeker. Dan zie je zoveel gaten in dat blad. En ze eten precies al het bladmoes weg. Hè? Bladmoes, dat is het groene van het blad tussen de nerven in. Ja, daar zit de voeding voor ze natuurlijk. Die nerven blijven bestaan, zie je wel? Die eten ze niet op. Nou zeg, en daar hebben we het dan toch hoor, dat zuringhaantje. Zie je het? Zo'n klein, prachtig gekleurd kevertje. En die loopt dan hier zo en die vreet dus dan die delen weg. En zijn larfjes, die vreten het ook. Is dat een larfje wat ik daar zie? Of een popje? Kijk, hier heb je zo'n larfje van, zo'n zuringhaantje. Lijkt een beetje op de larven van een lieve heersbeestje. Is natuurlijk ook wel een keverlarfje. En die vreten dat dus allemaal op. Ja, kijk, hier hebben we dan een ekster in beeld. Hè? De ekster, een van de leden van de kraaienfamilie. In Nederland zijn er ongeveer 5 soorten of zo. De zwarte kraai, de roek, de kauw, de ekster. Oh, nou, de gaai hebben we nog, de raaf. We hebben er iets meer, denk ik, zelfs dan de 5. Hè? Maar deze is het meest opvallend. Die is zo makkelijk om te zien. Nou, trouwens, die gaai natuurlijk ook. Maar deze is makkelijk te herkennen. Zwart met wit en een lange staart. En de manier van lopen, dat is echt zo'n kraaienmanier. Kraaien zijn meestal alleseters. Dus eten vruchtjes en bessen en zo, maar vooral ook dierlijk voedsel. En de kraaien staan erom bekend dat ze nesten uithalen en dat soort dingen. Maar goed, hier heb je dan zo'n ekster en die loopt hier zomaar in het wild op de heuvel in het park. Kijk, je kunt er aardig inzoomen met mijn camera, hè? Je kunt hem niet eens meer vinden nu. Boven op die heuvel staat dan zo'n hele grote linde. Kun je misschien ook even kijken. Ik geloof dat het een linde is. Ja, daar ziet het wel maar uit. Nou, die linde zal ik straks nog wat dichterbij laten zien. Vorige keer hebben we het gehad over de cornoelje. Misschien moet je dat even terugzoeken met die parallel lopende nerven. Hier zie je ook weer zo'n cornoelje en hier zie je dat die in de bloei komt. Dus dit zijn de... Of zijn ze al uitgebloed zelfs? Ja, deze zijn zelfs al uitgebloed, zo te zien. Dus de bloemetjes van de cornoelje. We luisteren ook even naar de vogels. Dit is de winterkoninkje. Of eigenlijk moet ik zeggen winterkoning. De namen zijn allemaal op de schop gegaan. Die biologen die maken daar steeds weer een heroverweging van hoe die moet heten. Ik zal mijn mond even houden. Je hoort er in de verte nog een. Hè? Die vogels die zingen om hun territorium aan te geven. En dus zitten ze nu tegen elkaar in te zingen. Ik ben niet zo goed thuis in de grassen, maar dit grasje ken ik dan wel. Dat is kropaar. Kropaar, die heet in het Latijn Dactylus glomerata. En dat kun je een beetje zien, want die aardjes, dus de bloeiwijze zeg maar, die zijn gegroepeerd in kleine clustertjes. Dat zijn ja, glomeruli zeg maar, hè. Dat wordt in het Latijn dan glomeruli genoemd. Glomerata, dus kropaar. Die aardjes die zijn bij elkaar gekropt. En dit is zo die... Die bloeiwijze van de kropaar. Moet hier een rood bosje zien. Hierachter is wat water. We hebben waterhondjes ruzie, zo te horen. Kijk, dat was het geluid van die waterhond.
Je hoort ondertussen ook dat we regen gaan krijgen mogelijk. Want ik hoor onweer. Maar goed, dat kunnen we ook tegen. Hier in die grashalmen vind je een plant die, die klimt daar zo tegenaan. Zie je dat? Die wind zich daar omheen. En dat heet dan ook een winde. En de winden die groeien dus soms in het gras, soms op de akker. Er zijn eigenlijk twee belangrijke soorten in Nederland. Ik zoek even het bloemetje. Oh, hier heb je het bloemetje. En doordat het zo'n mooi wit bloemetje is, kan je zien dat het de hagewinde is. Dus het is de hagewinde. En die groeit zich zo, die klimt zo in andere planten. Ze werden vroeger ook wel pispotjes genoemd. Het is niet zo'n aardige naam misschien, maar ach. Wat is in de nemen? Nou, de ganzen zijn al een stuk groter dan vorige keer, zoals je ziet. Dit zijn echt halfwas, of wat meer dan halfwas ganzen al. Het zijn weer grauwe ganzen. He, die hele grote oranje snavel. En let nog eens op die prachtige nekveertjes. Dat vind ik echt het mooiste van die grauwe ganzen. Net alsof daar ribbeltjes in zitten. Dat is ook eigenlijk zo. Die veertjes zijn zo gerangschikt. Maar zie je, die jongen hebben nog niet zo'n oranje snavel. En die hebben nog een beetje donzige kopjes. En ze kunnen nog niet vliegen, denk ik, deze. Maar de dekveren van de vleugel die zijn er wel ontwikkeld. Maar nog geen slagpinnen, zo te zien. Dat is weer een volwassen beest. We luisteren even naar een vogeltje in het riet. Een kleine karakiet. Typisch plekje voor kleine karakiet. Die zit altijd in riet. Ik hoop dat het een beetje te horen is hoor, want de wind van de onweersbui dat trekt aan. Ik geloof dat ik hem vorige keer ook al genoemd heb, maar deze plant met die mooie witte bloemetjes is de smeerwortel. En de smeerwortel die komt in een witte variant voor, maar ook in eentje met paarse bloemen. En, dat is een prachtig plantje. Ik krijg hem alleen niet helemaal scherp. Even kijken of dat lukt als ik hem zo aantik. Ja, nou wordt hij scherp. Kijk, die bloemetjes dat zijn een soort belletjes, klokjes die zo naar beneden hangen. De opening zit dus aan de onderkant. En er zit een hele lange stempel en stijl, zie je wel? Die hele lange stijl, dat is dat witte puntje wat eruit steekt. Daar is het bloemetje er al af. Maar insecten die deze plant daar nectar uit willen halen, die moeten er dus helemaal inkruipen. Of ook weer een lange tong hebben. En deze worden dus ook weer door hommels bestoven. Die hommels hebben een trucje. Die bijten tegenwoordig gewoon aan de voet van die bloemkroon. Bijten ze een klein gaatje en dan kunnen ze bij de nectar. Dat vindt die bloem natuurlijk niet leuk. Dus dat wordt een interessant evolutionair probleem. Hoe die plant dat weer gaat oplossen. Hier nemen we even een kijkje in de vlinderidylle. De vlinderidylle is een stukje van het park dat is ingericht voor vlinders en voor bijen. Dus daar zijn allemaal bloemenrijke plantjes ingezet. En daar is een routetje en dat wordt dan regelmatig systematisch geteld op vlinders. En dat gebeurt op verschillende plekken in het land. En zo kunnen we een idee krijgen hoe het met de vlinders in Nederland gaat. Nou, je ziet hier wat bloemetjes bloeien. Dat rode is een klaproos. Je hebt die gele, dat zijn mogelijk de ratelaars. Ik kan er niet heel dichtbij komen. Ik heb geen sleutel bij me. Dit hele ding zit achter slot, zeg maar. Hè? En dit zijn boterbloemen. Waarschijnlijk de scherpe boterbloem. Je ziet, het is een bloemenrijk geheel. En we hebben daar best wel een hoop verzorging aan. Want bijvoorbeeld dit, wat je hier midden in beeld ziet, dat is weer die bloeistengel van zo'n zuring. Ja, zuring is niet een plant voor bijen of voor insecten. Dus die proberen we een beetje te weren, want die overwoekeren alles. Dus we zijn bezig geweest om die zuring er zoveel mogelijk uit te halen. En te knippen en uit te steken. En dus dat doen we dan. En je ziet, het is een mooi bloemenrijk geheel. Nou, de regen begint los te barsten. Ik sta onder een boom. En ik kijk even naar zo'n slak. Die slakken die hebben natuurlijk sinds gisteren, sinds dat het is gaan regenen, hebben ze weer meer mogelijkheden gekregen om te bewegen, om voedsel te zoeken. Bij die slakken heb je twee grote groepen, de huisjeslakken en de naaktslakken. U hoort het, de regen barst los, dus ik eindig heel eventjes. Fantastisch. Ja, is natuurlijk ook heel mooi, hè, zo'n regenbui. Moet je kijken, jongens, hoe hard het gaat. Ik zit echt in de stromende regen. Ik sta gelukkig een beetje onder een boom.
Dus dan heb ik er niet zoveel last van. Nog niet. Maar misschien dat het zo nog erger wordt. Ik kijk ook eventjes naar de sloot hierachter. Kijken of we dat kunnen filmen. Ja, dat ziet ook mooi. Maar het is een fikse bui. We zitten in het onweer. En dat komt van hoog, dat kun je zien. We hebben ook allemaal hagelstenen. Zo'n onweersbui bouwt zich soms kilometers hoog op en daar is het ijskoud. Dus vandaar. In het begin van zo'n bui is natuurlijk het beste toeven onder een boom. Maar dan moet je op een gegeven moment eronder vandaan, want die bomen die blijven uitlekken. Op zo'n boom vinden we soms hele mooie begroeiing, zoals dit. Dat is een korstmos. Korstmos is een interessante samenleving van een algje en een schimmeltje. En dat geeft dan een prachtige vorm. Ik ga zo even kijken. Deze is weer een andere vorm van een korstmos. En dat is echt een prachtig dingetje. Zoomen we hem een beetje in en dan zie je hoe mooi dat ontwikkeld is. Nou, deze plantjes, zeg maar, plantjes, samenlevertjes, die leven heel erg op als het gaat regenen. Want die eerste regen, daar leven zij van. Dan zuigen ze dat in zich op en dan kunnen ze groeien. Ook een typische plant die in deze tijd van het jaar bloeit, dat is de gele lis. De gele lis die staat altijd, zoals u waarschijnlijk weet, aan de kant van het water. En daar bloeien ze zo mooi. Dan krijg je soms van die drosse gele lissen bloemen. Ik zie er daar nog eentje, die heeft iets meer bloemetjes. Kijk, dan krijg je dit soort dingen. Deze is al een beetje uitgebloeid. Zo'n regenbui is vast ook behoorlijk schrikken voor die ooievaars. Ze hebben de ooievaars een nest gebouwd hier boven op de hooiberg. En die hebben drie jongen. Nu zit de oude vogel, die zit die jongen een beetje af te schermen tegen de regen, denk ik. Maar ja, ik hoop dat ze nog drie jongen hebben. Ooievaars hebben het moeilijk als het regent. Het zijn eigenlijk vogels van de warmte en de droogte. Dus als het regent, dan heb je, zeker als die jongen nog heel klein zijn, heb je kans dat die jongen van de kou bevangen worden en doodgaan. Nou, de laatste regendruppeltjes. Maar je ziet alweer een beetje blauwe kleur, weer kaats in het water. Dus de bui is voorbij en we zien alweer de blauwe lucht komen. Hier de jonge plant van een distel. Ik denk dat het een speerdistel is. Die heeft van die smalle uiteinden van de blaadjes. Met van die naaltjes overal erop. En hier staat een andere distel. Dat zou dan wel eens de akkerdistel kunnen zijn. Maar die distels zijn lastig. Hier vinden we de bloeiwijze van de Caucasische vleugelnoot. Dat is een hele boom hoor. Ik zal hem even uitzoomen. Kijk. De hele boom Caucasische vleugelnoot. En hij zaait zich ook heel makkelijk uit. En hier zie je allemaal zaailingen. Die bladeren, het lijken een heleboel blaadjes aan een takje, maar dat zijn zogenaamde samengestelde bladeren. Dus al die blaadjes die je nu hier aan zo'n takje ziet, dat is één blad. Dat zijn hele grote bladeren. Ik kan hier nog wat dichterbij halen, staat er nog eentje dichterbij. Kijk of die scherp wordt. Kijk, hier heb je hem. En dit zijn dus de deelblaadjes van de Caucasische vleugelnoot. En hij heet vleugelnoot omdat die bloeiwijze, ik zal er even terug gaan zo meteen, daar zie je dus allemaal van die kleine nootjes komen eraan en dan komen van die kleine vleugeltjes aan. Kijk, hier heb je de bloemetjes en de beginnende vruchtjes van die vleugelnoot. Zie je die kleine vleugeltjes eraan? Je hebt zo'n bolletje met twee vleugeltjes eraan. Dat zijn die. Oh, een zwartkopje zit op de achtergrond te zingen. Zwartkop is een van mijn lievelingsvogels. Ik weet het, de nachtegaal zingt mooi, de merel zingt heel mooi. Maar de zwartkop, die hoort zeker in dat rijtje. Kijk, en dit zijn dan de blaadjes van de beuk, zie je wel? Deze zijn dus niet geveerd aan de bladrand, die is niet geveerd. Dan moet die twee zwartkopjes tegen elkaar kunnen zingen. Deze beuk is overigens een beetje rood, zoals u ziet. En mensen denken dan, ja, dan heeft die plant dus weinig bladgroen. Dus dan kan die minder goed groeien. Maar dat is niet zo. Deze hebben net zoveel bladgroen als andere beuken, die helemaal groen zijn. Maar ze hebben ook nog een rood gekleurde stof in hun vacuolen in de cellen zitten. En die zit dieper dan de bladgroenkorrels. Dus die zie je er wel doorheen. Maar de bladgroenkorrels liggen bovenop en dan, die kunnen dus gewoon de fotosynthese doen waardoor de planten zo goed kunnen groeien. We hebben het er straks gehad over die kleefkruid met die haakjes. En ik vertelde dat we misschien de grote klis ook nog wel zouden kunnen zien. Nou, hier zien we in ieder geval de bladeren van de grote klis.
Het zijn echt hele grote bladeren. En mensen die halen het vaak, verwarren het vaak met bijvoorbeeld rabarber of het groot hoefblad. Of, maar ze zijn net even anders, deze blaadjes. En hier zien we het blad van berenklauw. Van de gewone berenklauw. Dus niet die, die reuze berenklauw die zo vervelend kan doen. Zo zielig, hè, deze plant. Die heeft dus heel erg te lijden gehad van die droogte van de afgelopen weken. Het is een eikvarentje. En hij groeit hier al jaren op die bomen. Hij heeft al eerdere droge periodes meegemaakt. Nu krijgt hij weer wat water. Deze week heeft hij wat water gehad, gisteren. En we gaan hem volgende keer weer filmen. Want dan zal je zien dat die blaadjes weer helemaal uitgerold zijn en weer groen zijn. Maar hij heeft het moeilijk. Ja, dat is nu helemaal zo. Als je als plant op een andere plant groeit, want deze groeit dus gewoon op een boomstam zoals je ziet. Dan, ja, dan ben je afhankelijk van of de regen valt of niet natuurlijk. Hè? Je kunt niet bij het grondwater. Kijk, ook hier heb je weer die bladeren van die grote klis. En ik zal met mijn hand erbij zal ik laten zien hoe groot die bladeren zijn. Kijk, dat is geen kattenpis hoor, deze bladeren. Dat is echt heel groot. En hier gaat hij al bijna een bloemetje geven. Hier komt hij al, nou ja, nog niet echt een bloem, maar kijk, zo'n groot blad hier zo, kijk dit. Kijk, zo'n blaadje lijkt natuurlijk ook op een distel, hè, want die heeft ook van die stekeltjes en zo. Maar dit is een melkdistel. Een melkdistel, die zijn die stekels wat zachter en die geeft dan een melkachtig sapje als je hem afbreekt. Kijk, hier zijn die bloemetjes van de melkdistel. Dat zijn ook vaak gele bloemen. De Nederlandse distels die zijn eigenlijk altijd paars van kleur. Deze zijn alweer uitgebloeid. Er zijn verschillende plekken in het park waar je een ijsvogeltje kunt tegenkomen. Maar dit is er één van. He, dit is een slootje zeg maar, van de doorslag. Van het kanaaltje wat de verbinding vormt tussen de Vaartse Rijn en de Oude IJssel. De doorslag. En het kasteel. Kijk, ik sta hier op het bruggetje. En aan die kant is het kasteel van Park Oudegein. Ja, er komen ook mensen voorbij natuurlijk. Hè? En nou ja, hier in de buurt broedt een ijsvogel. Dus je hebt altijd kans als je op dat bruggetje staat dat die dan om het door komt vliegen. Ijsvogels, dat zijn vogels die leven eigenlijk vooral van vis. Ook wel van larfjes die in het water leven. Van andere is van insecten. En dat eten ze en daar voeren ze een jongen ook mee. Dus hij is heel erg gebonden aan water. Niet direct hoor, of niet vlak bij het water te zitten de hele tijd. Ze kunnen wel een kilometertje vliegen om naar water te vliegen en zo. Maar er moet wel altijd water in de buurt. Kijk, je ziet het, hè? Ik ben toch een beetje nat geworden. Ik heb allemaal druppels op mijn bril. Mijn jas is nat. Een beetje koud hoor, allemaal. Ik zoom nog een keertje in op dat zevenblad. Kijk, die bloemetjes en dan die zeven blaadjes. Hè? Kijk, hier kun je ze misschien zelfs tellen. Moet je zelf even kijken. Die bladeren, dat zijn dus ook samengestelde bladeren. We hebben geluk. We zien een gaai op de grond. Dus we hebben nu al twee kraaiachtig in beeld gehad. De extra en de gaai. Kijk, wat hij aan het doen is, weet ik eigenlijk niet. Het lijkt wel alsof hij zijn eikels van vorig jaar aan het opgraven is. Dat doen gaaien, hè. Die verbergen eikels onder de grond. Kijk, dat is een mooi beest. Hij heette dus Vlaamse gaai. Maar die biologen, nou, ik had het er al over, hè. Die hebben dus die namen dan weer veranderd. Dus geen winterkoninkje, maar winterkoning. Geen Vlaamse gaai, maar gaai. Maar er zijn ergere veranderingen hoor. Er was een vogel die heette de waaierstaartrietzanger. En die heet nu de graszanger. Zie je die mooie blauw-zwarte veertjes? Zijn vleugels. Dus kenmerkend is dat ja, die Isabelkleur, dat noemen ze dat. Een beetje rozige kleur van zijn lijf. Die tekening op zijn kop. En dan heeft hij een zwarte vleugels eigenlijk en een zwarte staart. En daar zit ook nog een witte stuit boven. En dat hippe, dat is ook typisch voor die gaai. Nou, dat is een buitenkansje om die zo te kunnen filmen. Ik sta dus een beetje achter een bosje. Hij heeft me niet goed in de gaten blijkbaar. Nou ja, daar ben ik blij mee. Het is lastig uit de hand filmen, maar het is te doen. Op zo'n grasveld vind je wel meer vogels. Hè? Dit is bijvoorbeeld een houtduif. De houtduif is een van de duiven in Nederland. Dit is de grootste. En die herken je heel makkelijk aan dat witte vlekje in zijn nek. Dat is typisch voor de houtduif. En verderop staan er nog wat eenden. Kijk, gaan we nou nog even naartoe. Kijk, hier staan wilde eenden. Eenden die zitten natuurlijk veel in het water, maar eten ook graag op het gras. Ze eten die graszaadjes en zo. En ze kunnen ook gewoon grazen, dus het gras zelf eten. Kijk, gezellig bij de gaaien. Ik zag er nu zelfs twee. Oh, nou is er nog maar eentje. Wat is dit? Kijk nou toch wat we geluk hebben. We hebben een groene specht in beeld. Groene specht is echt zo'n grondspecht. Want die eet mieren. Nou, dit is helemaal een buitenkans, jongens.
Waarschijnlijk heeft hij daar een mierennest gevonden. Die hebben een lange tong en die halen dus gewoon die mieren dan uit dat nest. Die likken ze eruit. Ik denk dat het allemaal met de regen te maken heeft. Alles wat weer wat actiever, hè. Niet alleen deze bui, maar gisteren heeft het wat geregend na een lange periode van droogte. Dus dit is dan een groene spert, jongen. Moet je kijken, zo mooi. Dat vlekje op zijn kop, dat rode vlekje. Ik kan niet nog dichterbij, maar ik vind dat we hem aardig in beeld hebben. Ik ben een paar stappen opzij gelopen. Kunnen we hem beter van opzij zien ook. Kijk, hij zit heel veel. Oh, dan gaat hij wel poetsen een beetje. Kijk, hij prikt steeds in de grond. Nou, dat geluid van die groene specht is heel anders dan van de grote bonte specht. Die kan roffelen en zo. Deze roffelt nooit. Deze heeft een geluid dat klinkt een beetje als lachen. Zo kiek, 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 kiek. Ja, hij hoort me, denk ik. Nou, dat is mooi, zeg dit. Ik ben nu even om het ooievaarnest heen gelopen. Ik sta er nu een stuk dichterbij. En we zoomen hem even in. En daar zie je dus een volwassen ooievaar die bij zijn jong aan het waken is. Als het weer gaat regenen, gaat hij er weer op zitten. Dat is net even, we kunnen zijn snavel net niet zien, dat is een beetje jammer. Maar goed, zo gaat dat. Zo te zien, want ik ken deze beest een beetje, is het mannetje. Want hij is nogal viezig. Dat wit is niet helemaal mooi wit. Het is een beetje vies geworden. En dat was de laatste keer dat ik ze bekeek, was het mannetje die dat had. Het mannetje is te herkennen, want hij heeft een ring. En we weten dat hij in 2012 geboren is. Of 2013, een van de twee. En hij is al die tijd verder in dit park elk jaar broedkuiten. Kijk, die kopje van een jonkie te zien. Zie je dat? En een vleugeltje. Nou, ik ga vanavond nog even kijken of ze nog steeds drie jongen hebben. Dan ga ik op een brug staan, sta ik wat hoger. Ja, sorry, ik ben een beetje bibberig. Maar dit is een leuke jongen. Ja, kijk, die jonge nijlganzen leren vliegen. En die zijn hun vliegspieren aan het oefenen. Kijk, dat is een hele toom, hoor. Dat is een heel groepje. Kijk, daar gaan ze met z'n allen. En ze zijn al bijna vliegvlug. Vaak hebben die nijlganzen dat ze niet alleen maar hun eigen jongen verzorgen, maar ook de jongen van het land. Nou, we zullen maar zeggen, op hun manier zijn ze ook heel erg mooi, hè. Roze poten, veel te lang. Rare kop, nou nee, laat ik zeggen mooi kop. Klein snaveltje, eigenlijk klein snaveltje. En dan dat opvallende bruine vlekje op hun borst, zie je dat? En natuurlijk, wat het meest kenmerkend is, dat zijn die grote witte vlekken op hun vleugel. Daar kun je ze in alle stadia en alle standen van herkennen. Ja, ze komen oorspronkelijk in Afrika voor. Dus ze heten niet voor niks nijlganzen. Het is echt een Afrikaans beest eigenlijk. We luisteren even naar wat vogels. In de verte hoor je merel. Merels die fluiten altijd rond de regen. Nou, niet altijd, maar als het gaat regenen of als het net geregend heeft, dan hoor je ze vaker. Ook vaak in de avond. Het hoeft er niet te regenen hoor, maar dan heb je ze ook vaak. Kijk, hier heb je weer een paar houtduiven. Zie je dat witte ringetje in de nek? En die eten ook de zaadjes en bloemetjes. Er waren er meer, kijk, hier ben nog twee. Dit gezaag wat je hier hoort. Dat zijn jonge koolmezen. Ik krijg ze niet goed in beeld, dat is dan maar zo. We kunnen even luisteren. Zie. Kijk, en hier heb je dan ook zo'n plant met van die vreselijk grote bladeren. Dat is ook geen rabarber, maar dit is het groot hoefblad. Het groot hoefblad dat bloeit met een mooie paarsige bloeistengel, zeg maar. Een beetje paarse gekleurd. Maar deze zijn ook enorm groot. Dat kan ik je niet zo heel goed laten zien natuurlijk. Want als ik er heel dichtbij kom, dan krijg ik ze helemaal niet meer in beeld. Nou, ik kan er naartoe lopen, dan kunnen we het zien. Dus dit is het blad van het groot hoefblad. Groot hoefblad. En ik zal mijn hand er weer eventjes voor gaan houden zometeen. En dan krijg je een ideetje hoe groot dat is. Kijk, ik raak hem nu even aan. En dan zie je dat blad is en een vreselijk groot blad is. We luisteren even naar deze vogel. Die dat tiddy doet, dat is een zanglijster. Een zanglijster heeft een heel gevarieerde zang, maar hij herhaalt vaak zijn strofen een keertje of twee, drie.
Hier heb je hem weer. En een winterkoning. Komt een ijsvogeltje voorbij. Ik weet niet of je hem hoorde. Het hoge tjiet. Nou, en een tjiftja voor je ook nog. En je hoort het verkeer van de zaterdagochtend komt ook op gang. Ik ben nu in het hoekje van het park vlakbij het Antonius ziekenhuis. Ja, en daar komen natuurlijk auto's langs. Het mooie van regenbuien vind ik altijd dat het zo lekker opfrist. En hier vind je nog, je ziet nog de druppels die uit de bomen vallen. En ik zag net, maar dat is bijna niet te filmen, zo'n prachtig licht van de zon door die bomen heen en krijgen van die prachtige stralen. Die bladeren van de grote klis, die zijn heel gevoelig voor mineerders. En mineerders, dat zijn insecten die kruipen binnen de twee lagen, tussen de twee lagen van zo'n blad in. En die vreten dat dan op. En dan krijg je zo'n spoortje, zoals je hier ziet. Wat vaak heel dunnetjes begint en dan steeds dikker wordt. Omdat het insectje ook groter wordt terwijl hij eet. Zie je wel, je hebt hele dunne dingetjes. Er zijn een aantal insecten hier naar binnen gegaan, mineerders. Er zijn vliegjes bij die dat doen. Ik meen ook wespjes. En die eten dan van dat bladmoes. Kijk, hier begint hij heel klein in het midden van het beeld nu. En dan zie je hem zo naar beneden kruipen en steeds groter worden. Ja, dat is vervelend voor het blad. Gelukkig hebben planten vaak veel meer bladeren en kunnen dan toch nog genoeg groeien. Kijk, ik kijk nu naar een waterhoentje en die heeft een jonkie. Dus ik probeer hem even beter in beeld te krijgen, maar dat is nog niet zo makkelijk. Kijk, hier hebben we hem weer. Hè? Hij is een beetje aan het forageren, die volwassen vogel, en een beetje aan het poetsen. En er waren jonkies, maar waar die nou zijn? Ja, daar links in het gras zie ik wat. Even kijken hoor. Leuk hè, zo spannend. Kijk daar links. Ik denk daar. Is dat een jonkie of is dat ook een volwassen vogel? Ook een volwassen vogel. Oh, hier komt een jonkie. Kijk, daar komt die. Oh, die schat. Kijk, ik krijg wat voer van zijn moeder. Of van zijn vader, dat is dan weer niet te zien. Nou, zie je zo'n mooi rood-geel snaveltje die waterhoentjes hebben. Kijk, hij wordt heet het gevoed. Zie je, hij is aan het bedelen bij zijn moeder. Of vader. Ik zal het niet meer zeggen zo. En die oude vogel die heeft zijn vleugels nu een beetje uit omdat hij nat geworden is. Dus die wil een beetje drogen. Kijk, kleine stukjes wordt hij steeds toegestopt, zie je wel. En hij loopt achter de vader, achter de ouder aan. Moet je kijken zo lange tenen die jonge waterhondjes hebben. Waterhondjes hebben lange tenen, want het zijn echte moerasvogels. En als je lange tenen hebt, dan zak je niet zo erg weg in het moeras. Dus dat is een aanpassing aan het moerasleven. Een liefje. Kijk, hier zie je een bloemetje en een vruchtje ook van het robertskruid. Het robertskruid hoort bij de ooievaarsbekken. En de geraniums dus. En je ziet hier aan die vruchtjes, die hebben zo'n lange snavel. Dat is net een ooievaarsbek. Dus daar komt die naam vandaan. Dus daar mooie paarsige bloemetjes. Ik vind... Als je dat blaadje aanraakt, dit zijn de blaadjes. Nee, dat doe ik verkeerd, want dit zijn de blaadjes van fluitenkruid. Nou, de blaadjes krijg ik niet, maar die paarse bloemetjes, dat is robertskruid. Ik ga straks nog wel een blaadje een keer filmen. Oh, hier heb je wel een stukje van het blaadje van robertskruid, ja. En dit is robertskruid, dat blad. Dat geveerde blad. En als je dat aanraakt, dan stinkt dat een beetje. Tenminste, ik vind het niet lekker aan. Hier zien we de bloeiwijze van de valeriaan. Allemaal kleine bloemetjes aan elkaar. Zo bij zo'n steeltje kijken, gaan we even de blaadjes zien. De blaadjes zijn heel typerend, staan tegenovergesteld aan de stengel. Steeds twee blaadjes bij elkaar. Kijk, hier hebben ze dan ook weer, dat is kruislinks tegenovergesteld noemen ze dat. De ene keer naar rechts en links, de andere keer naar voren en naar achter. Kijk, en dan worden ze wat groter. Dit zijn de typische blaadjes van de valeriaan. Ook weer zo'n prachtige plant.
En wordt gebruikt om mensen rustig te krijgen. Nou ja, dat zeg ik niet goed. Tegen de stress kun je valerianella of valeriaan gebruiken. Valeriaan. Valdisper heet dat dan, dat middeltje wat ze ervan gemaakt hebben. Even een portret van de speerdistel. Grote plant. Hij is net zo hoog als ik ben, zo'n beetje. 1,70 meter, zij is iets kleiner dus. Hè? Kijk, en dan van die smalle eindpunten. En dan zit op elk eindpuntje zit ook nog een stekeltje. Een grote distel dus. Kijk, ik volg hem even naar beneden. En je zag, we waren begonnen met de bloem, misschien nog even terug. Dan zie je dat dat ook weer zo'n hoofdje wordt, zie je wel? Kijk. En, je kunt dan nog niet zien wat voor kleur die bloem gaat krijgen, maar dat is paars. Let even op het geluid van die vogels. Je hebt de merel. En in de boom zit ook nog een houtduif. Die ga ik eventjes inzoomen. Ondertussen zingt die merel. Die boom is overigens een S. Dat zie ik aan mijn blaadjes. Die heeft ook van die samengestelde blaadjes. Kijk, dat was die houtduif met 5 lettergrepen in zijn zangetje. Roekoeroe, koekoe. Roekoeroe, koekoe. 5 lettergrepen. De tortelduif heeft er 3. Maar dit is 5. En hij stottert een beetje bij 1 lettergreep. Kijk, en dat is die merel, hè. Poepstig een beetje. Mannetjes merel, zwart met een oranje gele snavel. Ja, ik sta nu onder een treurwillig en we gaan eens eventjes die takken van die treurwillig bekijken. Typisch, hè, die takken die hangen altijd zo naar beneden. En die zijn toch eigenlijk, als je ze vastpakt, zit er toch wel hard hout aan. En die boomstam, dit is die boomstam, die groeit toch ook echt omhoog. Het is een grote boom. Maar ja, net als die jonge takjes beginnen uit te lopen, zeg maar, dan zit er weinig steunweefsel in. En dan gaan die takken dus hangen. Dus dan krijg je de zogenaamde treurwillig. Het is een mutant. Dat is niet een van nature voorkomende wilgensoort of zo. Het is een mutant en mensen vonden hem mooi. En dus hebben die verder gekregen. Het zijn mooie bospaadjes hoor, zo in het park. Dit is best leuk, maar je hebt altijd lawaai. Ze zijn bezig met de tramlijn. Dus ja, dat is altijd lawaai. Kijk, hier staat een vlier in de bloem. Vorige keer die vlier ook al eens laten zien, geloof ik. Hè? Kijk, dat is ook zo'n soort scherm met bloemetjes. Ja, mooi ding hoor. Kijk, hier heb je dat bloemetje. En je kunt nou de haakjes nog niet zo goed zien. Maar dit is een uitgebloeid bloemetje van dat nageltje. Komen we langs een hazelaar. Je ziet weer een merel. Ik weet niet of je hem hoort. Een bramen. Kijk, dat is wel leuk, die bloeiwijze van de bramen, zie je dat? Die bloemknopjes. En verderop dat bloemtje, hoor. Kijk, dat zijn de bloemen. Heel veel meeldraden, is ook een rosacee, hè? De familie van de roos. En dat is ook een hele goede plant voor bijen en hommels. Dit geluid wat je nu hoort, alsof 2 steentjes op elkaar tikken. En het zangetje wat je hoort, dat is alle 2 van de zwartkop. Tik, 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 tik. Kijk, zulke rode blaadjes als we bij die beuk gezien hebben, dat komt niet alleen bij beuken voor, maar ook bij hazelaar. Dit is zo'n hazelaarblad. Kijk, hier heb je weer zo'n grote klis. En die zit onder de luis. Allemaal bladluisjes.
En je ziet dat daar links zit een lieveheersbeestje. Want die eet wat luizen, dus die zit daar zo op. En ik denk dat als we goed kijken, dat we ook wel larven van lieveheersbeestjes hier zullen vinden. Dus dat is een hele natuurlijke manier om die bladluizen onder controle te krijgen. Deze plant staat een beetje in de tocht en krijgt dus makkelijk bladluizen. Bladluizen die verspreiden zich met vleugeltjes. Kijk, er zit nog een lieveheersbeestje. Maar daarna kunnen ze zich heel snel ongeslachtelijk voortplanten, krijgen allemaal jonkies zonder dat die vleugels hebben. En dat is best een probleem, hè? En die bladluizen die prikken dan een gaatje in zo'n plant en die eten daar dan van. Die drinken het sap eruit. Kijk, ik weet niet of het scherp blijft. Ja, dat is zo'n lieveheersbeestje. En allemaal die bladluizen. Soms heb je er ook mieren op zitten op zo'n plant. En die mieren die gaan dan die bladluizen melken. Want die bladluizen die drinken heel veel sap. Die hebben eiwit nodig om om jonkies te krijgen. Maar in dat sap zit niet zoveel eiwit. Zit vooral suiker. Dus dat suiker poepen ze dan weer uit. En daar eten de mieren daarvan. Nou, moet je kijken zoals het vol zit, zeg. Het is echt een ernstige infectie, zou ik zeggen. Maar mooi, hè? En zo'n plant die heeft daar last van. En die heeft daar soms veel last van. Maar vaak komen ze er toch weer bovenop. Kijk, allemaal bladluisjes. En je typisch dat die bladluizen zitten altijd aan de onderkant van een blad. Nu aan de buitenkant omdat die bladeren nog opgekruld zijn. En dat heeft te maken met het feit dat de vaten waarin die suikerhoudende vloeistof zit, die zitten aan de onderkant van een blad. Dat zijn de zogenaamde bastvaten. Kijk, hier heb je zo'n larve van een lieveheersbeestje. Die is gewoon, zijn roofbeesten, die vreten dus die bladluizen. We nemen nog even zo'n kijkje in zo'n bloem van een braam. En je ziet daar heel veel meeldraadjes in zitten. En in het midden zitten dan die stampers waar dan uiteindelijk dat braamvruchtje uitkomt. Zo'n braam is een samengestelde vrucht, want al die besjes, zeg maar, waar zo'n braam uit bestaat, al die kleine rondjes, dat zijn allemaal aparte vruchtjes. We luisteren hier even naar twee vogels. Degene die je zo meteen hoort, die heeft een beetje het timbre van een merel, maar hij staat veel sneller. Dit. En dat is een tuinfluiter. En die je nu hoort is een winterkoning. Er zijn nog wel wat insecten die doen aan mimicrie. Mimicrie wil zeggen dat ze een andere insectensoort nadoen die vaak wat opvallender of wat gevaarlijker oogt. En dit was er ook zo een die net in beeld was. Ik zie ook een mooie spin. Die net in beeld was, dat was een hier heb je meer. Een zweefvlieg die een hommel nadoet. Kijk, hij heeft ook een beetje tekening van een hommel. Hij heeft de dikte van een hommel, is behaard. Maar waar je hem goed aan kan onderscheiden is dat hij heeft maar hele kleine voelsprietjes. En dat is een vlieg. Hommels en bijen die hebben langere voelsprieten. Dus deze die heet ook Volucella bombilans. En die bombilans komt van de naam van de hommels. Die heet allemaal bombes in het Latijn. Dus het is net een hommeltje. Ja, niet als die zo zit hoor, maar wel als die op een bloem bezig is. Dan denk je, wat is het, een hommel? Ik heb ook nog een camera op, maar toen een karolijntjens zit daarin. Nou, we horen de winterkoning en we kijken natuurlijk nu even al een tijdje naar een zweefvlieg. Zweefvliegen zijn een heel uitgebreide groep van vliegjes die vaak zo stil kunnen blijven staan. Veel mensen denken dat het een wespje is. Het is ook weer zo'n vorm van mimicrie, hè, dat geel-wit gestreepte. Dat doet vermoeden dat een wesp is die kan steken. Dus vogels die eten die zweefvliegen vrijwel niet, die hebben geleerd, daar moet je vanaf blijven. En dit is dus weer die bloeiwijze van de cornoelje, uitgebloeid. Hier zie je het spinsel van waarschijnlijk stippelmotjes.
De rupsen ervan, die maken een spinsel op de meidoorn. En soms zijn die bomen en die struiken helemaal ingepakt in zo'n, ja, het lijkt wel een spinnenweb, maar dat is het dus niet. We kunnen even kijken of we dichterbij kunnen kijken of er nog motjes in zitten, rupsjes in zitten. Ik ga eens even onderzoeken. Nogmaals, het vruchtje van dat nagelkruid. En hier kun je dus wel zien dat er van die weerhaakjes aankomen. Dus zo worden die vruchtjes, die zaadjes van het nagelkruid gespreid. Hier zie je zo'n hommel op zo'n smeerwortelbloem. Je ziet dat hij eronder hangt. Hij is nog een beetje koud, die hommel. Het heeft het net geregeld. Het is nog nattig natuurlijk en zo. Maar normaal zou hij dan gaan zitten trillen. En dan trilt hij zo dat stuiven hem uit. Het is een akkerhommel, dat te zien. Smeerwortel. Kijk, je ziet die smeerwortel is heel erg aantrekkelijk voor hommels. Ook hier een akkerhommel. Die heeft zo'n beetje een rassig borststuk. En hier zie je dus ook die antenne, hè? Dus die voelsprietjes, dat die langer zijn dan bij dat beest wat ik net liet zien. Dus ook weer een akkerhommel op smeerwortel. Deze mooie gele bloempjes zijn van de veldlateris. Veldlateris is ook weer zo'n vlinderbloemige. En net zoals de klavers, weet je wel waar we het over hadden. Ik zoom hem even rustig in, dan kun je dat bloemetje nog eens even goed bekijken. En dan zie je dat dat bloemetje uit twee grote delen is opgebouwd. Zo'n deel wat naar voren steekt en een deel wat omhoog staat. Het deel wat omhoog staat, dat noemen ze de vlag van de bloem. En verder zie je dat die veldlateris, die heeft een beetje rankjes. Hier zie je dat dunne gedoe. En dan kan die dus ook mee in de rest van de vegetatie zichzelf er tegenop klimmen, zeg maar. Daar kan hij zich mee vastgrijpen. Dus de veldlateris. En ook de meerkoet heeft jongen. En voert zijn jonkies, zoals je ziet. Zo'n jonkie, ik vind ze een beetje lelijk. Ze hebben een beetje kaalkoppie, rood. Maar ze zijn natuurlijk wel schattig eigenlijk. Kijk, hier zit zo'n jong zich even te poetsen. En je kunt zelfs bij de jonkies al zien dat ze die gelopte zwemvliesjes hebben aan hun tenen. Maar je moet kijken wat die oude allemaal doet, joh. Die haalt dan overal wat. Waar zit die nou? Oké, nog kwijt. Kijk, hier is die bezig met spulletjes aan het zoeken voor zijn jong. En dat geeft hij dan aan. Kijk, daar is nog een andere oude ook bezig, zie je het? Ze hebben een aantal jongen. In ieder geval 3 jongen, zie ik. En in het begin worden dus die prooitjes, het is vaak plantaardig materiaal aangegeven. Kijk, die ouwe die haalt het dan uit het water en geeft het dan aan. Het zijn ook soms dierlijke dingetjes, zoals zoetwaterpissenbedden en zo. En die worden allemaal zo aan de jongen aangegeven. Op een gegeven moment gaan de jongen dan zelf eten. Maar mooi, hè? Er zijn echt heel idyllische plekjes in Park Oudenrijn. Wat denkt u van dit watervalletje? Toch ook heel mooi? Ah, het stelt niks voor natuurlijk. Het is een hekje, het is door mensen gemaakt, maar het geeft toch een bepaald sfeertje. Deze mol heeft het helaas niet gered. Mollen leven natuurlijk in hun leven eigenlijk onder de grond. En als ze boven de grond zijn, zijn ze heel kwetsbaar. Ik weet niet wat er met deze gebeurd is, maar hij is dood, dat is duidelijk. Even dat graafklauwtje eens even goed bekijken. Moet je kijken wat een handje dat is. Daar kan hij echt heel veel grond mee wegzetten. Nou, verder heeft hij zo'n spits snuitje. Het is een echte wormeneter, insecteneter. Die onder de grond en kijken nog even naar de linde. En die begint net jonge bloemknopjes te krijgen. Het beweegt een beetje veel, dus ik kan er niet zoveel van zeggen. Maar die bloemknopjes die zitten dan aan een schutblaadje. En als er eenmaal vruchtjes zijn, dan wordt dat met dat schutblaadje en al weggeblazen. Dus zo zorgt dat schutblaadje een beetje voor die verspreiding van die bloemetjes. Kijk of ik het hier, het is nu even wat rustiger. Nee, het lukt niet. Maar dat schutblaadje dat is dan net wat lichter. Oh ja, hier krijg je hem te zien. Kijk, je hebt zo'n steeltje met bloemknopjes. En dan zit er een iets lichter blaadje omheen. En dat is dat blaadje wat straks dan gaat zorgen voor de verspreiding. Nou, de bloemetjes bloeien nog niet. Binnenkort wel. En dan begint overal een nieuwe gein het lekker te ruiken. Want die lindes die ruiken heerlijk. Blaadjes in de zon zijn altijd een bron van insecten. Dus dit is dan gewoon een vlieg. Maar ja, ik zeg dat nou zo makkelijk. Maar er zijn dus heel veel soorten vliegen. Maar dit is een vlieg. En zo kun je nog meerdere insecten vinden, denk ik. Als we dat zo afgaan, nou, dat is dan een knopschupje. Dat is geen insect, maar hier is nog een hele grote vlieg. Even kijken of we hem in beeld kunnen krijgen. Even kijken, waar zit hij? Oh, hier, kijk. Dat is weer van een andere soort. En daar zit nog een heel klein vliegje.
En zo vind je dus op, kijk hier heb je een klein vliegje. Zo vind je dus op die blaadjes, en je heeft waarschijnlijk die blaadjes herkend, dit was weer de cornoelje, vind je altijd niet. En zoals we gekeken hebben naar die hele grote bladeren van het grote hoefblad, hier vind je de blaadjes van het kleine hoefblad. Het kleine hoefblad, dat is die plant die vroeg in het voorjaar als eerste, zoals bijna een paardenbloempje lijkt het op, bloeit. Maar het is geen paardenbloem, het is het kleine hoefblad. En dan hebben ze nog geen blaadjes. En dit zijn de blaadjes van het kleine hoefblad. Zo, we zijn weer aan het eind van de wandeling. Ik vond het erg leuk. We hebben heel veel gezien dit keer. Ik vind het leuk om te blijven doen. Dus misschien blijf ik het ook wel doen. Maar ik wil vanaf september, dus de eerste zaterdag van september, wil ik weer de reguliere wandeling gaan doen. Dus dan bent u weer welkom. Dan gaan we weer met een groepje wandelen. Nou, in die tussentijd zal ik misschien nog wat filmpjes maken. En misschien blijf ik ook dat filmen ook nog wel doen. Want het is leuk om te doen en ik leer er ook veel van. Ik heb bijvoorbeeld bedacht dat ik naar de grassen moet gaan kijken. En de distels, dat is nog een puntje voor mij. En zo zijn er nog meer planten die ik echt nog moet leren kennen. Nou, ik ben echt een beetje koud geworden met de regen. Maar dat komt goed, want de zon is lekker gaan schijnen. Dus ik hoop u graag een volgende keer te ontmoeten. En misschien tot ziens. Dus, dag.